Heske, jij bent CEO van Metaglas. Wat doet Metaglas precies? Metaglas is een innovatief glasmetaalconstructiebedrijf. Wij ontwikkelen, produceren en monteren bijvoorbeeld aluminiumramen en glasconstructies. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan hele mooie slanke schuifpuien voor villa's. Of bijvoorbeeld Centraal Station Utrecht, daar hebben wij alle winkels gemaakt. Oké, okay. Dat is een heel groot project geweest. Ja. Dus al een goed jaar. Ja. Heb je een groeiend bedrijf? Is het een snel groeiend bedrijf? Ja, we zijn een groeiend bedrijf op dit moment. We hebben natuurlijk een beetje last gehad van de recessie, van de bouw. En nu zien wij het weer stijgen, dus we gaan het heel druk krijgen. En hoe ben je dan bij Maarten terechtgekomen? Is dat voorgesteld door NL Groeit of heb je die zelf uitgezocht? Nee, een aantal, NL Groeit heeft een aantal kandidaten voorgedragen. En dan krijgen ze een mooi profiel. En Maarten deed zijn een aantal dingen waarvan ik dacht, hé, dat herken ik ook van mezelf. Ja. En ik dacht, nou, dat sluit eigenlijk het beste aan wat wij zelf ook doen. Dus jij ging met hem zitten en jouw voornaamste vraag was, hoe kan ik mijn bedrijf internationaliseren? Ja, want we doen eigenlijk van alles vanuit Nederland. Bijvoorbeeld, ze zijn nu een aantal projecten in België aan het doen. Ik had zoiets van, ja, hoe ga ik dat aansturen? Ik kan een verkoper in dienst nemen, ik kan een eigen vestiging beginnen. Maar ja, dat voelde allemaal niet heel erg goed, want ik dacht, ja, hoe ga ik dat dan aansturen dan? Maarten heeft me echt op het punt gezegd van, joh, je moet gewoon met samenwerkingspartners gaan werken. En daar ben ik nu zijn we op zoek naar eigenlijk. Ja, en dat is wel een vraag die heel veel ondernemers hebben. Moet ik nou met inderdaad zelf kantoren beginnen of met distributeurs werken of een agent aanstellen? En dus wat is voor jou de oplossing geweest? Nou ja, de oplossing is er nog niet. Maar ik wil eigenlijk liefst met partners werken. Dat is eigenlijk wat we willen. Dus omdat wij natuurlijk onze producten maken in Nederland. En we zoeken met name bedrijven die het kunnen monteren. Ja. En dat zou het mooi zijn als we dat samen kunnen brengen. Ja. Maarten, jij hebt het bedrijf Codema. Ja. We spraken net al even met elkaar. Je bent 20 jaar ben je ondernemer. Daarvoor, ja, je durft het bijna niet te zeggen. Nee. Wil jij het zeggen? Nou ja, ik durf wel te zeggen. Ben ik ambtenaar geweest. Ja. Ja. Dus van ambtenaar naar ondernemer. Ja. En nu leid je Codema. En dat is wel een serieus bedrijf jullie leveren. Nou, leg zelf maar even uit wat jullie doen. Wij zijn een bedrijf, ook in de maakindustrie. Wil ik even benadrukken hoe belangrijk de maakindustrie in Nederland is. Ja. Wij leveren systemen voor de glastuinbouw. Met name zeggen op het gebied van logistiek, water, klimaat, automatisering, softwareoplossingen. En dat doen we wereldwijd. We zitten eigenlijk in elk werelddeel leveren wij onze producten. Ja. En Nederland heeft een vooraanstaande positie als het gaat om de kennis op het gebied van telen. Ja. En wij zijn een van de bedrijven zeg maar, die daarop inspeelt. Hey, en jij bent gevraagd als mentor bij NL Groeit. Je hebt ja gezegd, dus dat is fantastisch. Jullie hebben dat gesprek gehad. Die vraag over hoe moet ik internationaliseren? Hoe heb je dat gesprek beleefd en welke ervaringen heb je kunnen delen waar Heske iets mee heeft gedaan? Ja, ik wil ten eerste zeggen dat een mentor is mijn idee geen coach. Er zit een ervaren vrouw naast me die echt een heel mooie organisatie neergezet heeft. Ja. Maar een coach is iemand die van begin tot het eind iemand begeleidt. Maar dit was meer een gesprek, zoals we hoorden, denk ik ook, van het uitwisselen van kansen, mogelijkheden onderzoeken. Misschien valkuilen waar ik ingetrapt ben om die tegen haar aan te houden van pas op, ik heb dat en dat ervaren. En wat was jouw advies? Ja, ik heb niet echt een advies gegeven. Ik vind dat gewoon eigenlijk aan haar. Ik heb gewoon wat was je ervaring? Mijn ervaring is dat ik heb verteld. Ik heb verschillende mogelijkheden. Ik heb verteld dat ik bedrijven heb in het buitenland. We hebben een bedrijf in Duitsland. We hebben een bedrijf in België. En we werken met heel veel partners samen in het buitenland. En ik heb haar verteld wat de voor- en nadelen zijn van beide opties. Ja. En dat is van haar. En dat geldt voor iedereen, denk ik, om te zeggen, nou, dit past het beste bij mij. Ja. Jij reed weg en toen? Nou, het eerste wat ik dacht, dus ik ga geen vestiging in België openen. Dat heb ik als eerste. Dus daar heb je eerste miljoen al mee bespaard, ja, denk ik. Ja, ja. Nou, ik had wel zoiets van, ja, mijn twijfel was er al. En ik had niet het idee van, dat is het ei van Columbus. Dus toen, want welke ervaring was voor jou relevant? Dat jij dacht van, ja, dat doe ik niet. Was dat de Belgische cultuur of het hebben van een eigen vestiging? Of wat was het? Nee, het had met name in de aansturing, denk ik. We hebben daar met name over discussie over aansturing gehad. Ja. Dat ik dacht van, ja, dat wordt hem gewoon niet. Zeker omdat, ja, wij zijn net beginnend.
Ja, dan ga je 1 of 2 mensen neerzetten. Ja, en hoe ga je dat dan doen? Ja. Dat vond ik niet wat. En de afstanden zijn nou niet zo groot. Dus je kunt, ik heb zoiets van, joh, ik heb eigenlijk liever een leuke Belgische collega die in Nederland gewoon op de payroll staat en gewoon lekker naar België rijdt. Ja, dan hou je het beheerst. Ja, en dan hou je ook de contacten met ons bedrijf. We hebben natuurlijk ook een eigen cultuur. En natuurlijk, Belgische cultuur is heel erg lang, maar ze moeten wel begrijpen hoe wij werken. Dus het moet een wederkerig zijn, zou ik maar zeggen. Ja. Maar jij hebt ongeveer 100 man in dienst en jullie hebben 150 man in dienst. Ja. Plus heel veel partners en andere bedrijven waar je mee samenwerkt. Maar een kernteam, zeg maar, in Nederland en daarbuiten nog. Heb jij eigenlijk ook iets aan het gesprek met Heske gehad? Ja, eigenlijk veel. Daarom zou ik iedereen aanbevelen om mentor te worden. Tenminste, moet je wel een beetje ervaring hebben in wat ouder zijn. Ja. Maar je moet in ieder geval ervaring hebben. Omdat dit soort gesprekken stimuleert altijd een ondernemer. Als je iemand tegenover je hebt die laat zien, zeg maar, dat ze een familiebedrijf op deze manier ontwikkeld heeft. Dat ze op de juiste manier inspeelt. Bijvoorbeeld dat verhaal over de energiecrisis. Dat ze producten zijn gaan ontwikkelen die speciaal, zeg maar, met dubbele isolatie geschikt zijn. Voor met minder energie om te gaan, dan denk ik van ja, er zit wel iemand die geschakeld heeft. Ja. En wij als bedrijf lopen enorm aan tegenaan dat we moeilijk personeel kunnen krijgen. Ja. Hè? En toen heb ik haar aangevraagd van ja, maar hoe doe jij dat dan? Nou, dat soort gesprekken, daar heb ik ook wat aan. En dat stimuleert mij ook om verder te gaan. Want heb jij zelf vroeger een mentor gehad? Ja, maar niet zo als het nu geregeld is. Nee. Maar eerlijk gezegd denk ik dat het in alle gevallen geldt van praat eens met collega's, praat eens met andere mensen die in dezelfde situatie zitten. En je zal zien dat je niet de enige bent, maar dat je door verhalen uit te wisselen, door ervaring te delen, dat je eigenlijk dan wel heel ver komt. Ja. En jij gaf ook aan dat wat je zo aantrok is dat dit gewoon allemaal belangeloos is. De ondernemers helpen elkaar met kennis en inzichten. Ja, ik ben niet echt zeg maar iemand die de filosofie van deeleconomie aanhangt. Maar het delen, wat je tegenwoordig ook vaak ziet van boeken, auto's, slaapplaatsen, vind ik het kennis delen met elkaar, vind ik eigenlijk gewoon een must. Ja. Het niet delen is bijna armoede. Dus als je met elkaar dingen deelt, dan kom je verder. Ja. En dat is eigenlijk het motto, vind ik, van het mentorschap. Deel met elkaar en beide partijen hebben daar wat aan. Heske, jij hebt een dubbelrol eigenlijk. Ja. Want jij hebt een mentor, maar jij bent ook mentor. Ja. En ook bij NL Groeit. Ja. Hoe is dat proces? Ik heb nog geen bedrijf waar ik mentor voor ben via NL Groeit. Dus je bent beschikbaar? Dus ik ben beschikbaar. Okay. Maar ik begeleid nu wel andere bedrijven. Een fruitteler begeleid ik onder andere. Ja. Dat is best een spannend proces. Ik heb veel contacten met jonge ondernemers. Dus, en als nou ondernemers nu zitten te kijken, op welke gebieden denk jij dat jij ondernemers ervaring kan delen waar ze echt iets aan zouden hebben? Aantal dingen, marketing, financieel management, zeg maar. Liquiditeitsbegroting maken. Dat is vrij basic, maar wel heel belangrijk als je net begint. Het moet 1 keer bijna fout gaan. Ja. En dan vanaf dat moment doe je dat nooit meer fout. Dingen dus als WBSO aanvragen, naar innovatie. Ik ben eigenlijk best wel breed, dus wat dat betreft. Maar ik vind industrie vind ik heel leuk. Ja. Want dus eigenlijk iets van maakbedrijf. Een maakbedrijf. Ja. Precies. Nou, dat klinkt fantastisch. Eén korte vraag nog over jouw groeiambities. Je gaf net aan van het bedrijf ontploft bijna. Zo druk hebben we het. Waar gaat het de komende jaren naartoe voor jou? We hebben een aantal productoplossingen bedacht voor onder andere voor transformatie van kantoren naar appartementencomplexen. Waar nu de economie begint aan te trekken, dat is gewoon hot. Ja. Dus dat is heel mooi. Dus daar zijn we echt heel drukdoende mee. Nou ja, villa bouwen, dus mensen gaan weer investeren in hun woning. Ja. Daar hebben we echt hele leuke oplossingen voor. Dus we zien echt heel veel verschillende marktkansen gebeuren. Dat is heel mooi. We lopen aan het einde van dit gesprek. Ik wil jullie vragen, hebben jullie nog voor onze kijkers wellicht een korte groeitip die ze kan meegeven? Wie wilde beginnen? Ja, een groeitip is kijk goed naar je omgeving en naar de kansen. Er liggen heel veel kansen, zeg maar. Zeker als het gaat om BV Nederland. We hebben als maakindustrie gewoon heel veel te bieden.
praat met mentoren of met collega-bedrijven. Werk samen, want in je eentje kom je niet zo ver. Deel dingen met elkaar en ga gewoon markten en mogelijkheden onderzoeken. Dat zijn stiekem 5 groeitips in elkaar. Ja. Maar met mentoren en andere ondernemers, die halen we daar even tussenuit. Okay. Heske, aan jou de afsluiting. Nou ja, probeer gewoon buiten de grenzen te kijken. Probeer te kijken, oké. Okay, internationaliseren. Ja, niet alleen, maar ook gewoon, je bent gewend om bepaalde dingen te doen. Ja. Toen, als ik terug naar mijn bedrijf kijk, wij maakten vroeger hardglazen klepraampjes. Ik zal je vertellen, die verkopen we echt niet meer. Dus ben dus continu bezig met, oké, wat zijn de trends in de markt? Wat kan er veranderen? Je ziet duurzaamheid. Architecten zijn bij ons wel heel erg belangrijk. Dus wij doen heel veel met hun samen om te kijken van goh, wat voor nieuwe dingen kunnen we bedenken. Maar dat is eigenlijk hou je bedrijf continu in beweging door innovatie. Ja, eigenlijk wel. Ja. Daar komt het gewoon op neer. Dus. Maarten, Heske, ik wil jullie enorm bedanken voor dit gesprek.